Vandaag ook in Man bijt hond, op zoek naar een verloren trouwring. Vindt u het ook zo spannend? Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd, ja. En we bellen aan in Brakel. We reizen van Babyloniebroek naar Poepershoek om de weg te kijken wat de mensen aan het doen zijn. Nou, ik weet niet, hebben jullie een hele middag tijd of niet? Hey, goedemorgen, Lieke. Heb je lekker geslapen, lieverd? Wat heb je weer een mooie lach op je gezicht, moet toch kijken. Hé? Hey. Hi, meisje. Goedemorgen. Morgen is het Wereld Alzheimerdag. Doel van deze dag is aandacht te vragen voor Alzheimer en dementie. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders wordt getroffen door deze slopende ziekte. Iemand die niets liever doet dan dementerende een fijne dag bezorgen, is Marianne Elsinga. Hé, hey, meisje. Hi. Hey. Meneer en mevrouw Elsinga, wat heeft de pop Lieke met Wereld Alzheimerdag te maken? Nou, Lieke nemen wij altijd mee naar de ouderen. En de ouderen vinden het heel erg leuk. Denken ook echt dat het een baby is en genieten daar volop van. Ja, want u heeft een plek met allemaal oude spulletjes. Ja, met oude kinderwagens, oude poppen ook uit 1900. We hebben een couveuse, we hebben een ledikantje. Eigenlijk heel erg veel op dat gebied. En in de wintermaanden gaan wij naar ouderen. Melle? Ja? De kist met alle oude rammelaars en zo moeten ook mee. Ja. Je moet nog even kijken naar een luier. Ja, je, als je wil. Ja, maar die zit er niet in. Niet? Nee. Ja. Een poppenwagen. Die doen? En Joke natuurlijk, niet te vergeten. Heel belangrijk. Wie is Joke? Joke is... Zal ik hem even pakken? Ja. Ja, pak jij Joke maar vast. Meneer, hoe bent u zo in de poppen en de poppenwagens terechtgekomen? Ik vond dat mijn vrouw heel erg enthousiast was over... het doen en laten en door haar gewoon te steunen ben ik begonnen met de garage te verbouwen voor haar. En zo is het een beetje begonnen en toen helemaal uit de hand gelopen. En nu ben ik eigenlijk een beetje wagenziek geworden, zeg maar. Je bent ook wagenziek geworden. En, poppenwagenziek. Ja, poppenwagenziek en kinderwagenziek. En dat is Joke? En dit is Joke, ja. En Joke is een pop, die bewaren wij bij de locaties bij dementerende ouderen altijd tot het laatst. Ja, Joke, dus het klapstuk eigenlijk. Wat zegt u? Het klapstuk. Het klapstuk, zeker weten. Joke kan oude liedjes doen en ik weet niet wat ze nu doet, moet ik even afwachten. Dan zijn met die hele kleine spinnetjes, zet ik het allemaal vast. Kijk, die gaat heel makkelijk mee. Nou, de presentatie gaat hier plaatsvinden? De presentatie gaat nu plaatsvinden en we hebben er heel veel zin aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben verschillende spulletjes meegenomen. Kijk eens. Lief, hè? Ja. Kijk, altijd vrolijk. Blijf maar bij mij. Blijf maar bij mij. Een schatje hoor. Lief, hè? Ja, nee, oh, schatje. Vindt u het ook fijn dat u het op de arm ja, heeft? Ja, ik wel, ja. Ja. Zet ik de kinderwagen even aan de kant? Zal ik dat even doen? Ja, mag ook. Alsjeblieft. Maar dit is een jongetje. Ja, ik herinner me nog wel. U herinnert zich het nog wel? Ja. Ja. Echt, sorry. Hi. Lief, hè? Ja. Ja, de hele tijd komt weer terug, hè? De hele tijd komt weer terug, ja. Hoe belangrijk is dit voor uw vrouw? Heel erg. Ze is een lange periode is ziek geweest. En nu vindt ze eigenlijk, doordat ze weer deze hobby is begonnen met die kinderwagens, dan kan ze echt een heleboel terug doen, ook voor de ouderen. Ja, de mensen blij maken met wat ze nu doet. Dat is heel erg belangrijk en daar wordt ze ook soms wel eens een beetje ontroerd van. Het is haar hobby, haar passie. Kijk, en dit is dus heel bijzonder. Dit is Joke. Luistert u even mee? Een vindingrijke reclameman uit Nieuw-Zeeland werd op het matje geroepen bij zijn baas.
Hij zag de buil hangen en nam uit voorzorg geestelijke steun mee in de opmerkelijke vorm van een clown. Terwijl de man de bons kreeg, draaide de grappenmaker nog ballondieren. Maar bij het tekenen van de ontslagpapieren werd het zelfs de clown te veel en barstte hij in tranen uit. De babbelbox is zijn emotie soms ook niet de baas en vraagt: waar kon u niet om lachen? Ik kon er niet om lachen toen ik een keer 's ochtends wakker werd en een appje van mijn buurman zag dat mijn autoruit was ingeslagen. Tja, balen. Ik kan niet lachen om het nieuwe lied van Frans Bauer. Die zingt over de bom, maar ik vraag me eigenlijk af, wat is of wat is de bom? Andere liedjes zijn perfect, maar dit, nee. Toen ik in het vliegtuig zat, dacht ik opeens van, hé, waar is mijn gouden ketting gebleven? Die ik dus van mijn vrouw had gekregen. En dat moest ik thuis gaan vertellen aan mijn vrouw, dat ik hem kwijt was geraakt. En daar kon ik niet om lachen. Tijdens de vakantie in Ierland hadden we een mooie accommodatie, althans dat dachten wij. Op de slaapkamer aangekomen, op de kamer aangekomen. Bleek dus dat de veren van het bed niet echt bestand waren tegen onze gewicht. Ruim 800.000 Nederlanders zijn geheel of deels arbeidsongeschikt. Iemand die zich sinds zijn afkeuring belangeloos inzet voor onze maatschappij is Martin van Hees uit Spijkenisse. Hij brengt zijn dagen tegenwoordig spurend door, op zoek naar verloren kostbaarheden van anderen. Moet er vandaag ook weer wat opgespoord worden? Ja, we gaan zoeken naar een trouwring in een tuin. Oké. Althans, vermoedelijk ligt hij in de tuin. Of wat verder, dat kan ook nog. En wat is dat? Ja, ik heb een gewrichts- en een spierziekte. En ik heb vaak last gewoon van pijnlijke gewrichten. En dit ondersteunt eigenlijk gewoon mijn polsen, zodat ik wat minder pijn heb. En daar hoort ook een ketting bij. Ja, dat zijn mijn talismannetjes. Fijnhouder in hart en nieren. En hier zit een duikertje aan die ik van mijn ouders heb gekregen. En een ring die ik van mijn moeder heb gekregen. En dat is voor mij eigenlijk echt emotionele waarde. En dat doet me altijd herinneren aan dingetjes. Gewoon, ja, sieraden, daar kan gewoon heel veel emotie in zitten. En als wij dat dan voor mensen terug kunnen vinden die het zijn verloren, dan geeft dat ons ook een heel goed gevoel. En wat is voor u een belangrijk voorwerp? Het kettingje die mijn zoon ook veel draagt. Dit was voor mij een erfstuk. Het voetballetje eraan. En ja, ik weet niet of je dat kan zien, maar er zitten allemaal deukjes in. En dat is eigenlijk gekomen als ik vroeger zenuwachtig was. Dan zat ik er lekker op te kouwen. En het is eigenlijk nog steeds hetzelfde hoekje, voel ik. Hij past er nog precies in. Die heb ik ooit van mijn tante gekregen. En op een gegeven moment ben ik dat zelf kwijtgeraakt. En dat voelt kut. En op een gegeven moment is mijn zoontje die is aan het zoeken met mijn metaaldetector. En ik heb zelf al heel lang gezocht daar. Ik weet niet hoe lang om dat terug te vinden. En dat lukte niet. En hij loopt in de bosjes. Hij wist het verhaal ervan en hij komt terug. Hij houdt dat vast en dan sla je dicht. Weet je? Dan voel je gewoon die emotie die daarin zit. Voor jezelf al. En dan weet je gewoon van dit moet je ook andere mensen zo gelukkig mee kunnen maken. En dat heb ik dus op een gegeven moment ben ik dat gaan doen. Een vriend van mij die heeft dat een internetsite, een webpagina opgericht. En zo kwam 1 opdracht, 3 opdrachten, 10 opdrachten. En uiteindelijk hebben we nu in 5 jaar tijd zitten we nu op 1033 trouwringen. En dan zijn het alleen de trouwringen. Die u heeft gevonden? Onze groep. Ik niet alleen, maar onze groep. Want u heeft ook nog een hele groep om u heen verzameld? Ja, we hebben 36 vrijwilligers door heel Nederland heen. Hey, morning man. Een restaurant. Ja? Eerder zagen we hoe de arbeidsongeschikte Martin van Hees zich belangeloos inzet om zoekgeraakte kostbaarheden terug te vinden. Hij is op weg voor een nieuwe missie. Morgen. Hallo. Martin. Goedemiddag eigenlijk. Ja, middag. Sorry, we zijn wat later. Stefan. Nu, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Ja, mogen we binnen? Ja, natuurlijk. Dan kunnen we het even uitleggen. Ja, precies. Graag. Mijn man die was in de voortuin was hij onkruid aan het wieden. En het was in het voorjaar en het was nog koud. En dan zat zijn trouwring wel eens een beetje los.
Hij pakte dan zeg maar het onkruid en gooide dat in de bosjes. Oeps. Juist. Zo, okay. Jullie voelen hem al aankomen. Ja. En op een gegeven moment dacht hij, oh wacht, ik ben mijn trouwring kwijt. Wat denkt u van deze klus? Ja, zou wel moeten lukken. Wat gaat u nu doen? Een duikpak aantrekken voor op het droge te zoeken. Nee, het is ook een wat steviger en een dikker pak. Want die prikkels die zijn al pijnlijk. Alleen als ik mijn eigen opa of een wondje krijg, dan bij de meeste mensen gaat dat heel snel dicht. En bij mij duurt dat dan heel stuk langer. En waarom duurt het bij u dan langer? Ja, door mijn auto-immuunziekte. Bij de ene is een klein wondje en een wondje. En bij mij wordt dat een, hoe vies het ook klinkt, een etterend gat. Ja, ik denk dat we gewoon van deze kant erin. Niet dat we toestemming hebben om te slopen, toch? Is dit werk wel goed voor u? Sorry? Is dit werk wel goed voor u? Soms doe ik tegen beter weten in toch meer dan wat ik eigenlijk zou moeten doen. Want ja, dan leg ik weer een dag of twee, drie plat extra. Maar dan heb ik wel iemand kunnen helpen. En als ik dan op een gegeven moment in mijn bed leg, dan denk ik van ja, die mensen zitten wel weer gelukkig op de bank en die vertellen ook weer door aan mensen. Waardoor onze mensen ook weer nog meer mensen gelukkig kunnen maken. En dat is eigenlijk gewoon een heerlijk gegeven. Dus dan heeft u die twee, drie dagen op bed wel voor over? Ja. Mevrouw, vindt u het ook zo spannend? Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd, ja. En het zou natuurlijk geweldig zijn voor hun, maar ook natuurlijk voor ons, als dat tot succes mag leiden. Want ik weet niet hoe ik hem anders terug moet krijgen. Wat is het? Schroef. En wederom, een schroef. Het lijkt er toch op dat het wat een lastig verhaal wordt vandaag. Maar toch gaat hij eruit komen. Hij gaat echt wel vandaag uitkomen. Nou, heel veel succes. Dankjewel. We gaan nog even verder. We zijn nog niet klaar. Dit is de 39-jarige Dennis Verhoeven. Een bokser met een spierziekte en een genadeloze rechtse. We volgen hem op weg naar de wedstrijd van zijn leven. Hé, harde maat, kom op. Ja, meneer. Nou. Ja, pa, weg. Knap, hoor. Ja. Spelen jullie dit vaak, Dennis? Ja. Dus ja, dit is best vaak. Het is ook vaak heel leuk om, actief bezig te zijn. Wie wint dit normaal gesproken? Meestal is het mevrouw. Dan ben jij 38, ben jij, hè? Nee, 39. Oh, 39. Ik word 30 september word ik 40. Maar hoe noemen ze iemand die thuis woont ook alweer? Een nestblijver, toch? Ja. Huh? Zoiets, ja. Maar goed, ik zit hier goed. Ja? Ze hebben zijn gewoon aangepast. Zoals een douche en dat soort dingen. Dus ja, doen we alles zelfstandig. Maar ja, goed, de huurprijzen die zijn wel zo hoog. Ja, dat is gewoon niet te betalen. Ja, het is ook gezellig. Ja. Dus, Als je opkijkt, ik ben prof, is er erbij. Ja, prof. Ja? Ja. Mijn vrouw en u vindt het ook wel prima dat hij lekker thuis woont? Zolang hij wil mag hij blijven, dat heb ik bij al mijn kinderen gezegd. Ja? Dan word je 80 jaar, zolang je thuis wil blijven, mag je thuis blijven. Dus dat maakt niet uit, dus ik vind het alleen maar gezellig. Ja? Ja, er hoeft er niemand uit. Nee. En als ze op een gegeven moment wel iemand vinden of op zichzelf gaan wonen, is dat ook goed. En zo doe je dat, mensen? Dit is nog van school. Dat is ook Denemarken. Dit was voor. Daar is die voetbalfoto. Ja, daar had hij de voetbal. Hij was keeper. Je was keeper? Ja. Een teamgenootje van mij. Dit van school. Dit is schoolkamp.
Maar Dennis, jij bent eigenlijk gewoon altijd gewoon, weet dat, ja, ik vind het moeilijk, wat, naar een gewone school gegaan. Nee. Ik heb op de school gezeten, de Mithielschool. Dat was een school voor lichamelijke gehandicapten. Daar wel? Ja. Ja. Alleen de kleuterschool, dat was wel de gewone school. Ja. Die heeft hij hier gehad. En daarna moest hij toch naar speciaal onderwijs dan? Ja. Vond u dat moeilijk? Ja, dat is niet leuk, maar je moet ook reëel blijven natuurlijk, hè? Ja. Dus hij heeft het altijd hartstikke goed gedaan en goed naar zijn zin gehad, dus dat is wel heel goed geweest, hoor. Ja. Alleen het eerste nadeel was, vond ik vervolgens van school, als een kindje overneed, dan was er meestal een keer van kanker, dan was er heel dichtbij betrokken. Dat vond ik op een gegeven moment, dat was wel iets wat me echt tegen begon te staan, want we hadden een vriendengroep van 40 en op een gegeven moment waren er nog maar 10 over. Ja, echt waar? Ja. Eén jongen is me altijd het meeste bijgebleven. Die jongen heette Danny en die jongen had heel veel moeite met Engels. Ja. En ik deed dan, in elke pauze, deed ik hem dan Engels leren. Ja, want dan deed ik elke keer opnieuw en die jongen die had zijn eerste 10 en een week later was hij dood. Ja, daar heeft er... Dat hakt er wel in. Ja. En dat je van jou. Ja, dat was wat minder. Dan heb je een hoop vriendjes, vriendinnetjes, ja, die vallen dan weg. En dat is dan heftig. Ja. Man bijt hond reist weer kwispelend door het land. Op zoek naar grappige, bijzondere of ontroerende verhalen. Op de lijn Babyloniënbroek-Poepershoek komen we vandaag aan in Brakel. Goeiedag meneer. Hallo. We zijn van het tv-programma Man bijt hond. En we reizen van Babyloniënbroek naar Poepershoek om de weg te kijken wat de mensen aan het doen zijn. Nou, ik weet niet, hebben jullie een hele middag tijd of niet? Nou, we zijn er en we zijn benieuwd. Dat vind ik al leuk, joh. Ik zal het verhaal vertellen en dan word je nog beduusder. Kom graag binnen. Ik ben 77 jaar, bijna. Mijn vrouw is 11 jaar geleden gestorven van kanker. Mijn huisje is 60 vierkante meter. Ja. Dit is kas. Daar heb ik gewoon als recreatie ingericht. Dat is niet verboden. Maar het hoort niet bij mijn huis. U mag mijn huisje zien. Ik heb zo'n breed toiletje. Ja. En zo'n breed wasgelegenheid, een badje. Ja. En daar moest ik mijn vrouw in helpen. Ach. En die heeft 6 jaar gedaan om in vrede te starren hier. Mm-hmm. En ik word hier beschuldigd van illegaliteit. Ja. Ik word hier gedoogd. Ach. Begrijpt u? Nou, dit is mijn enige slaapkamer. We hadden geen kinderen. Daar waren ik tevreden mee. Ja. Maar mijn vrouw werd ziek. En ik had ook geen zin meer om te leven nadat ze gestorven was. Ach. Ik geef nu ook weinig, nog weinig om het leven. En nog minder om de gemeente. Ja, want de gemeente is op dit moment uw grootste vijand. De staatsvijand nummer 1. Ja. Kunt u wij niet voorstellen, maar het is werkelijk waar. Ja. Wat ze mij aandoen, is met geen pen te beschrijven. Dit hoort allemaal bij uw oude bedrijf, meneer? Dit was een oude kas. Ja. Een heel oud puinhoopje. Ik heb er dit van gemaakt. Halve Brakel stelt hier in een caravan. Oh ja. En ik vind dat leuk, want ik heb vroeger ook altijd veel gereisd. Daar staat mijn camper. We zijn heel Europa door geweest. U en uw vrouw? Mijn vrouw en ik, mag ik het zo zeggen. Er zijn hier foto's. Een dagboek van mijn vrouw. Van vakantiereizen. We rijden nu door Ganat en het is 11 uur. De auto staat weer. Het is mooi weer en ik ben bang dat ik verbrand. Ik schrijf dit nu binnen. Kool in mijn post. Eten we. Dat stond er ook. En wat denkt u als u dat leest? Ja, mooi. Maar voorbij, hè. Maar goed, die herinneringen die blijven, hè. Oh, hier is ook nog een heel gedeelte. Ja, joh. Er was
de wintertuin van mijn vrouw. Er stond hier een mutje vol. Met oude stoelen, heksen, schelpen. Je kunt niet zo gek verzinnen of mijn vrouw maakte het. Dus uw vrouw was heel creatief? Ze was erg creatief. Erg creatief, ja. Tot de laatste levensjaar heeft ze vliegenhangers geproduceerd. Wat mooi. Ja. Weet je wat ze zei? Ik loop er tegenaan, zei ik dan. Dat is de bedoeling, want dan blijf je fit. Dan krijg je geen hersenbloeding. Dat zei? Dat zei mijn vrouw. Uw vrouw tegen u? Ja. Dan blijf je hersens wakker. Zo was het. Ja. Ze is gestorven. En de huisarts, die nam afscheid van mijn lievelingspatiënt. Sorry hoor, maar dat doet me nog meer omdat hij hier afgebroken moet. Alles slijt en gelukkig heb ik weer zin in het leven gekregen. En gelukkig ben ik zover dat ik mijn eigen dood vecht tegenover de gemeente. En dat kan ook nog. Ja. Zo goed en zo kwaad als het ging, als het gaat. Meneer, dank u wel voor de gastvrijheid. Dit was Brakel. Tot ziens. En succes met alle actieën. Hopelijk. Dag. Dag. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.